alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, wees er, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij over alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees er, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees er, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees er, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals ik was aan het binnen uw handreed zijn, al eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, neem in uw paradijs alle zielen op, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Tweede glorierijke mysterie, de hemelvaart van Jezus. Vrucht van het mysterie, het verlangen naar de hemel. De heilige namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend. Maria, God en de Heer, onze Vader, die in de hemel zijn, zeden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade aan. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria,
en de zegen is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, neem in uw paradijs alle zielen op, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde glorierijke mysterie, de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen. Vrucht van het mysterie, de gave van de Heilige Geest. De heilige namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend. Van u af tot in de eeuwigheid. Onze Vader die in de hemel zijt, de heilig zij uw naam, weer hij komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel. Zegen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade aan. Wees gij goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gij goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees geroepen, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees geroepen, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees geroepen, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees geroepen, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees geroepen, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees geroepen, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees geroepen, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees geroepen, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Neem in uw paradijs alle zielen op, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. De glorierijke mysterie. De opneming van Maria ten hemel. Vrucht van het mysterie, de goede dood. De heilige namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen. Geef ons even ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegeven naar de vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij onder alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen. Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Purchase Domine is Domine misericordiam tuam, et sanctare tuam da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad invidiat, Dominus habiscum, et cum spiritu tuo, faremus, exaudi nos Domine sancte pater omnipotens et benedeius, et imite dinieri sanctam angelum tuum decebis, qui custodiat, foveat, potegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Santi Gesù di Pater, via peccati, via disconversione per le tue opere, mia culpa, mia maxima culpa, il tuo ricordia ta Maria, sempre Virginem, via tu Michele Marcangelum, via tu Iane Baptistam, Santo Apostolo Spiritum et Paulum, omnes Santo Gesù Pater, orare per mia donum Dio nostro. Misericordia di Gesù, sì, peccati, di Gesù, per la vita eterna. Amen. In esercizio la tua sorella di sole applicatore nostro, che va a bisogno di potenza di misericordia di Dio. Amen. Io sto con verso significa la mia stessa. Perché la prima delle prove tu venti. O se ne ha bisogno di misericordia di tua mamma. Il suo altare di Benovis. Se ne ha esagerazione di mia. Il clamo mio già te vieni. Se ne ha suo rischio. E con spirito tuo. Vedremo. Ehi, Yeah.
Et solum deum puramente sectari, per dominum nostrum mismum qui sum filium tuum, qui te convivere dena dignitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Nec sepiste beati poli apostoli, anefe Deus. Fratres, ob secro vos ego vinctus in domino, ut inia ambuletis vocatione, qua vocati estis cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia, supportantes in vicem in caritate, sollicitis servare unitatem spiritu in vinculo pacis. Unum corpus et unus spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis veste. Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes et per omnia, et in omnibus nobis. Qui est benedictus, in saecula saeculorum. Amen. Gracias.
Secondo Matteo, gloria a tibi Domine. In eva tempore, accessero ta chiesum farisei, et che lo dati Deum Moseis, fidu doctor, tentans eum, magister, potes mandato magnum in lege, aitili Iesus, diriges Dominum Deum tuum, Toto caveto, et in tuta anima tua, et in tuta mente tua. Hoc ex maximum et primum mandatum, secundum motem simili est ubic, diriges proximum tuum sicut te ipsum. Inis urbis mandatis, universal expendent et profete.
congregate satem Pharisees, intragavit eos Iesus dicens, quid vobis videtur de Christo, cuius filius est, dicunt ei David. Aetilis, quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum dicens, dixit Dominus Domino meo, sede ad dextris meis, donec ponam inimicos tuos scaverum pedum tuorum. Si ergo David vocat eum Dominum, quomodo filius eius est, et nemo potrat ei respondere verbum, neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare. Dierbare gelovigen, enkele mededelingen. Vandaag de 17e zondag na Pinksteren. Morgen het feest van onze lieve vrouw van de Heilige Rozenkrans. Dat valt dus in de maand oktober, de maand van de Rozenkrans. De maand toegewijd aan de Rozenkrans, het bidden van de Rozenkrans. Dinsdag de heilige Birgitta van Zweden, met de gedachtenis van de heilige Sergius en zijn gezellen, martelaren. De heilige Birgitta is bekend voor haar gebeden, die zouden geopenbaard zijn door Jezus. Dus die gebeden zijn goed, die mediteren het bloedvergieten van Jezus, dus de passie, die zijn een bron van genade, de passie van Jezus is een bron van genade. Maar de beloften die er aan vast, vaak gepubliceerd worden met die gebeden, staan op de index van de kerk. Dus die worden de kerk verworpen. Dus die zijn verboden eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat die gebeden geen genade kunnen voorbrengen, maar niet die genade gegarandeerd die erop staan. Dus die wordt toegeschreven aan de heilige Birgitta zijn zeer goed, maar die beloften zijn dus niet door de kerk gegarandeerd. En zelfs verboden. Woensdag de heilige Johannes Leonardus, beleider, met de gedachtenis van de heilige Dionysius, Rusticus en Eleutherius, martelaren. Dus de heilige Dionysius was de eerste bisschop van Parijs. Daar wordt gezegd dat het hier Dionysius is die door Paulus zou bekeerd zijn. Op de Areopaag in Athene. Donderdag de heilige Franciscus Borgia, beleider. Vrijdag het moederschap van onze lieve vrouw. Dus moeder van God. Zaterdag, onze lieve vrouw op zaterdag. Iedere zaterdag is onze lieve vrouw gewijd. Dus als er een speciaal feest is, dan is het de mis van onze lieve vrouw op zaterdag. En komende zondag, de 18e zondag na Pinksteren.
vermits het de 13e oktober is, is het dan ook de verjaardag van het grote mirakel, de zonnewonder in Fatima, op 13 oktober 1917. Zo, ik verzeker u van mijn gebeden, maar ik dank u ook voor uw gebeden voor mezelf en voor mijn apostolaat. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan. Eerbare gelovigen, het evangelie van vandaag geeft het belangrijkste gebod aan, komt minstens twee keer voor in het jaar in het evangelie. We hebben het gehad, dus in andere teksten dat over hetzelfde gaat, dat Jezus gevraagd wordt, wat is het belangrijkste? Dit is toch wel voor ons zeer nuttig om te weten, zeer kort in één zinnetje, waar het eigenlijk om gaat. Om God te behagen. Dus niet wat we moeten geloven, maar wat we moeten doen. Dus de moraal. Dus wat we moeten doen. God beminnen bovenal, met al onze kracht, met onze geest, ziel, met verstand, met al wat we kunnen. Wat we zijn en we hebben. In onze naast als onszelf, uit liefde tot God. Dus dan moeten we even. Dus, dat is een referentiepunt dat voor ons heel nuttig kan zijn in ons leven. Ben ik nu goed bezig? Wat ik nu doe, is dat nu goed wat ik nu bezig ben? Wel stel ik de vraag, bemin ik nu God boven alles? En mijn naast als mezelf, uit liefde tot God. Doe ik dat nu? Of is er iets dat niet in orde is met het principe? Weet je? Dit is dus een kompas, een zeer interessant kompas dat ons door God zelf gegeven wordt, door Jezus Christus. En dan het tweede gedeelte van het evangelie gaat over een vraag die Jezus aan de fariseeën stelt. Hij stelt hun de vraag... Wat is de relatie tussen de Messias en David? Zeg, het is zijn zoon. Ah ja. Wel, ja, het is zijn zoon. Maar hoe komt het dan dat in de psalm van David staat, dat hij zegt, mijn Heer heeft gezegd tot de Heer, zet u aan mijn rechterhand en ik zal uw vijanden aan u onderwerpen. Dat gaat over de Messias. God die tot de Messias spreekt. Dus als David spreekt van zijn Heer, dat de Messias zijn Heer is, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Want een zoon is een mindere dan de vader, normaal gezien. En dan zegt hij zijn Heer, dus dat is een meerdere. Hoe kan de mindere zijn? En ze druipen af en ze durven hem geen vragen meer stellen. Maar Jezus doet dat niet zomaar om te zeggen, ik ben de slimste, ik heb u vastgezet. Dat is zijn bedoeling niet. Zijn bedoeling om zijn mensen te verlossen. Ook de fariseeën. Heeft ze willen tot het begrip brengen van het christendom. Hadden ze hem nederig gevraagd, ja, wat is het dan dan? Wij weten het niet, wat is het dan volgens u? Maar dat doen ze niet. Waarschijnlijk zien ze de bui al hangen. Anders hadden ze het toch gevraagd. En volgens u? Ja, doen ze niet. Ze durven hem niks te meer vragen. Integendeel, ze vragen niks meer. Wordt te gevaarlijk voor hem. Waarom? Wel, het is heel eenvoudig. De Messias is God-mens. En als mens is hij afstammeling van David en de mindere van David. Maar als God is hij zijn meerdere. Dus die tekst van David verwijst ernaar dat de Messias ook God is. En dat willen ze niet van weten. Maar we gaan het vooral hebben over... ik ben het verplicht en we zijn nu... daags voor het feest van de Heilige Rozenkrans, om een woordje te zeggen over de Rozenkrans. We zijn de maand van de Rozenkrans, omdat de Rozenkrans zo belangrijk geworden is met de jaren. Ik zeg wel geworden, want in het begin van de kerk bestond die niet eens. Dus het is aan de Heilige Dominicus gegeven, die manier van bidden. Die manier van bidden,
is aan de Dominicus gegeven omwille van de noden in de kerk. Dus, de heilige Dominicus heeft die rozenkrans gebruikt om genade te bekomen om de Albigenzen, de ketters, te bekeren. En daarin zie je dat die rozenkrans gegeven is om de kerk te beschermen. Want een ketter is een gedoopte, is een christen, is een katholiek, dat is die is in de kerk. Een ketter is een gedoopte, maar een gedoopte die één of meer waarheden van het geloof verwerpt. Dus die binnen in de kerk een scheur veroorzaakt. Want een ketter staat buiten de kerk en als gedoopte is hij in de kerk. Dus hij is in de kerk als gedoopte, maar door zijn ketterij staat hij dan weer buiten. Dus een ketterij veroorzaakt een scheuring. En dat is natuurlijk het ergste wat er kan gebeuren. Dat is een burgeroorlog. De burgeroorlog is altijd de ergste oorlog. En onze lieve vrouw heeft daar oplossingen voor, de hemel. En vermits dat we nu in een tijd zitten van ketterij, is het toch wel heel belangrijk geworden. Dus we zitten in een tijd van crisis in de kerk en maatschappij. In een decadente beschaving. In een afgang van de christelijke beschaving. We zijn in een decadente tijd. Er is nog geen nieuwe beschaving in zicht. We zijn aan het einde van een christelijke beschaving en er is geen nieuwe in zicht. Ja, de vrijmetselarij en liberalen die denken New Age een nieuwe heidense beschaving op te richten. Maar als je ziet wat ze voorstellen, abortus, euthanasie, gender, geknoei en zo, dan kun je daar een beschaving spreken. Dus een beschaving is normaal iets dat de mens verheft en het goede van de deugd ontwikkelt, de talenten, het mooie, het goede en het schone en het ware ontwikkelt. En dan uiteindelijk, dus op aarde, een zeker geluk dus bewerkt voor iedereen, het algemeen goed, het algemeen belang, het algemeen goed. En dan ook voorbereid, voorbestemd voor de hemel, het eeuwig geluk. De kerk de mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen. Dat is de beschaving die eigenlijk zou moeten zijn. Want concreet gezien zijn we allemaal geroepen tot de hemel. Dus de beschaving die op aarde moet zijn, moet noodzakenwijze u op het pad zetten van het eeuwig leven en tegelijkertijd op aarde een geluk veroorzaken. Dus die twee punten, daar zijn we niet aan toe. We zijn dus in een decadent, in een zeer moeilijke tijd. En de paus die dat gezien heeft in het einde van de 19e eeuw, is Leo de 13e. Kent zijn visioen van 1884, waarin een duivel macht heeft gekregen, kwaader geworden is, meer macht. De heilige Louis Marie Guinon de Montfort zegt, hoe meer het einde van de tijden nadert, hoe driester en hoe kwaaier en hoe heviger en krachtiger de duivel wordt, want hij weet dat zijn tijd kort is, dat zijn einde nadert. Want op het einde van de wereld is gedaan voor hem op aarde. Mag hij niet meer op aarde ageren, invloeden. Nu vanuit de hel ageert hij op aarde. Dat vindt hij plezant. Hij heeft er een duivels plezier in om zielen te verdoemen. En om dat door God te plagen, zijn schepping en zijn verlossing, zodanig dus op die manier te vernietigen, dat denkt hij tenminste, daar heeft hij een duivels plezier in. En dat plezier zal hem ontnomen worden op het einde van de wereld. En dus hij vindt dat plezant, hij vindt het een overwinning, dat hij, iedere ziel die hij kan verdoemen, is voor hem een overwinning. Hij is slim geweest, hij heeft die ziel dus verleid, hij is slimmer geweest, hij is in een situatie gebracht waarin hij wilde. Van haat tegen God en haat tegen iedereen enzovoort. Dus hij denkt dat dan, dat doet hem een zeker plezier. Ja. En dat zal gedaan zijn op het einde van de wereld.
En dat weet hij ook. Er is hem weinig tijd gegeven. De klok tikt. En als gedaan is, is gedaan. Op het einde van de wereld, bij het laatste oordeel, zit hij in de hel voor eeuwig en het is gedaan. Niks meer met een gelegenheid om ergens op een planeet nog schepsel van God te kunnen bekoren en te verdoemen. Dat wordt hem niet meer gegeven. En daarom is hij, wordt op het einde van de tijd nadert, hoe driester hij wordt, hoe kwaaier hij wordt. En hij heeft dan ook aan God gevraagd meer macht over de kerk. God heeft dat toegestaan voor een groter goed. God heeft een heel ander plan dan de duivel natuurlijk. God heeft het goede op het oog. En het goede is de verdiensten, de hemel, maar die hemel moet je verdienen. Wel, je verdient alleen maar in de moeilijkheden. Alleen maar in de beproeving wordt de deugd bewezen. Als een militair wordt opgeleid en heeft allerlei bekwaamheden en hij kan met wapens omgaan en hij heeft tactieken geleerd, maar gans zijn leven lang van soldaat of van een militair is het vrede geweest, nooit een oorlog. En die man gaat op pensioen, wat heeft hij bewezen? Hij heeft niks bewezen. Je wijze spreken geen medaille, heeft niks bewezen, heeft niet bewezen dat hij iets kon, heeft geen moed bewezen. Hij kan wel moedig zijn, maar even niet bewezen. Dus hij kan ook niet beloond worden. En dat is een vergelijking. Dus wat heeft iemand bewezen die nooit eigenlijk zijn talent heeft kunnen beoefenen? Of beoefend heeft? En daarom laat God het toe dat we bekoord worden. Dus Leo XIII heeft dat gezien. Dat de duivel meer macht vroeg over de kerk om ze te vernietigen en vooral over de priesters. De priesters, de bisschoppen, de paus. En je ziet hoe ver we staan. Maar het is diezelfde Leo XIII die oplossingen gegeven heeft. Als God hem dat visioen geeft, dan is dat niet zomaar voor gewoon om het te weten, maar met een bepaald doel. Hij als hoofd van de kerk, als paus. Hij moet ook de weerstand organiseren. Hij is de generaal van de troepen, van het leger, van de strijdende kerk. Wij zijn de strijdende kerk. En wij zijn geroepen om de overwinning te hebben, die ons beloofd is door God. God die aan de slang zegt, zij zal u de kop verpletteren, zij en haar kinderen. Maria en haar kinderen. Jezus, fysiek en Jezus mystiek. Haar kinderen. Wij zijn Jezus mystiek, de mystiek lichaam van Christus. Maria en haar kinderen. Jezus en wij, dus kinderen van Maria. Die ons is de overwinning beloofd. Maar hoe ver staan we nu? We liggen plat op de grond. We liggen plat op de grond, bij wijze van spreken. Wat is er gebeurd? En wel, we hebben niet naar de paus geluisterd. En Maria heeft het nog komen bevestigen. Door verschillende verschijningen. Bevestigen. Zoals ze ook bevestigd heeft, de dogmaverklaring van een onbevlektheid, dat ze dus onbevlekt ontvangen is. Dus het paus roept het uit als een dogma. Een paar jaar nadien verschijnt Sint-Lourdes en zegt, ja, ik ben de onbevlekte ontvangenis. Dus zij bevestigt wat de paus gezegd heeft. Die heeft zo gedaan met die rozenkrans. Paus Leo XIII, toen hij dat visioen zag van het grote probleem dat over de kerk zou komen, en wij bleven maar gewoon voort doen alsof er niks aan de hand is. De mensen hebben gewoon blijven voort in routine zo. Ja, die paus zegt dat wel, dat is voor vrome mensen, de rozenkrans bidden en zo. Nee, het is oorlog. Er is een geweldige offensief van de vijand op komst. Wij moeten zien dat we ons dat voorbereiden. Ja. Dus die paus van de 19e eeuw hebben ook een cycliek geschreven tegen de vrijmetselarij. Verwittigd. De vrijmetselarij, de ganse maatschappij wil ons te boven halen. De kerk en de maatschappij. En Leo XIII heeft dus verschillende maatregelen genomen. Het bekende is het exorcisme van Leo XIII. Dus het exorcisme dat wordt gebeden na de stille mis. Normaal gezien is dat verplicht. Na de stille mis. Dus de legatie van Michael deed ons in strijd.
En we zeiden ons tegen aanvallen, ik zeg het in het Latijn, na de mis, ik zeg het in het Latijn, of in het Nederlands. Dus dat is een kort gebed van exorcisme, met wees groeten erbij, om de kerk te beschermen. De kerk die toen in de tijd, in de 19e eeuw, aangevallen werd. Het is een exorcisme om de kerk te beschermen. En dat gaat samen met een ander exorcisme dat diezelfde paus ook heeft opgesteld, dat in de ritualen staat, in het boek van de zegeningen, van de sacramentalie, dus het zegeningenboek, het rituale. En daarin staat een groter exorcisme tegen de infestatie van de duivel, ook in de kerk. Dat is om de kerk te verdedigen. De kerk die toen in grote problemen was in de 19e eeuw, want de paus werd zijn staten afgenomen. De staten van de paus die werden afgenomen en de paus moet onafhankelijk zijn. De paus moet niet een onderdaan zijn van een wereldse koning. Want dan kan hij niet meer vrij spreken. Hoe kun je aan een koning zeggen, zoals een Johannes een Doper, jij leeft samen met de vrouw van uw broer, je leeft in dood zonder bekeren. Je weet wat er met Johannes een Doper gebeurd is. Hij werd gevangen genomen en onthoofd. Dus een paus moet vrij zijn om vrij te kunnen spreken. Hij moet zijn eigen staten hebben om ontvangen te kunnen zijn en niet af te hangen van iemand die dan daarvan gaat profiteren, dat de paus dan onder zijn macht staat. Dus de paus moet toch een minimum hebben aan staat. Het moet ook iemand zijn die dus een vrije staat moet hebben. En dat werd hem afgenomen. En dus de kerk werd dus zwaar aangevallen wat dat betreft. Dus een aanslag op de kerk en op de paalschap. En dat is ook de reden waarom dat Leo de XIII die exorcismen heeft laten bidden, want een duivel zat daarachter. Tuurlijk, ook. Er is een compliciteit van de vijanden, van de kerk en van de mensheid. De wereld, de duivel en de zondigheid in de mens, die zijn allemaal medeplichtig. Die werken samen, dat zijn collaborateurs, laten we zeggen. Dus dat zijn geallieerden tegen ons. Die zijn tegen ons geallieerd. Tegen, dus een alliantie van de vijanden onder elkaar. Dus de duivel gebruikt de revolutionaire, de Fremestalij enzovoort. In Italië waren dat de Carbonari, die dan de paus aanbieden. Wel, de paus heeft dan oplossing gegeven, ik zei het al, 2 exorcismen, een heel kort na iedere gelezen mis, en dan een langer voor de priester, als er ook voor leken, als er dus werkelijk zichtbaar een invloed van de duivel is. Ja. Dus voor de bezetenheid is er een ander exorcisme, dat heet het groot exorcisme. Dat is nog een derde exorcisme, dat ook in de ritualen staat, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over de exorcisme tegen infestatie, dus een duivelse aanval op de kerk. Wel, diezelfde paus heeft dan in 8 september 1892 een encycliek geschreven, Magne Dei, ter bevordering van de rozenkrans. Juist. Dus hij heeft oplossingen gegeven. Wij krijgen onze vader en onze moeder die ons zeggen wat wij kinderen moeten doen, kinderen van God. Onze vader de paus, onze moeder Maria, die vanuit de hemel heeft aangedrongen om de rozenkrans te bidden. Deze paus heeft dat ook opgelegd. Hij heeft daar een uitgebreide encycliek over geschreven. En het is heel interessant wat hij zegt. Ziet je, er staat in de brevier, in het officie van de metten van, op het einde van de vierde les van het feest van de Rozenkrans. Leo de XIII vroeg aan de ganse christenheid, dus aan iedere katholiek, van de Rozenkrans te bidden. Vooral gedurende maand oktober, maar ook gedurende het hele jaar, om de triomf van de kerk te bekomen. Ziet je? Waar is die triomf van de kerk? Die is er niet gekomen. Ja, die is er eventjes gekomen. Er is een triomf gekomen met Pius X. Maar dat heeft niet lang geduurd. Dat is niet een definitieve triomf. Pius X heeft nadien alles gerestaureerd.
alles de kerk terug volledig genomen, heeft de Vaticaanse Staten teruggekregen, heeft de kerk gestabiliseerd, heeft de kerk terug helemaal in orde gebracht, infiltratie geneutraliseerd. De vrijmetselaars hebben gezegd, zut, nu worden wij, nu is onze overwinning over de kerk wat 60 jaar uitgesteld. 60 door die interventie van Pius X. Maar het heeft niet veel gescheeld. Want Pius X werd gekozen omdat Rampolla verwerpen werd door een veto van de legaat van de keizer van Oostenrijk. Dus eigenlijk was hij in conclaaf. Dus na de dood van de paus werd Rampolla verkozen geweest, maar het was een vrijmetselaar. En de keizer van Oostenrijk was van op de hoogte en hij laat een veto stellen. Hij had een recht van veto op een conclaaf. En toen is Jozef Sarto op Pius X gekozen geweest. Dus dat had niet veel gescheeld, of er zat al een vrijmetselaar in Rome aan de, dus op de zetel. Dus dat ging 60 jaar later gebeuren. Dus Johan 23 zou vrijmetselaar zijn en vooral Paulus 6 zou dan met zijn ketterij de kerk uiteindelijk grotendeels afgebroken hebben. Ik bedoel, de kwantiteit van de kerk. Maar je ziet, er is iets geweest, er is een genade gekomen. En die genade is Pius X. Maar niet definitief. Ik heb het al eens gezegd, maar ik herhaal het nogmaals. Ik ben geboren in 1952. Ik was 12 jaar toen dat de eerste ketterij in de kerk kwam, vanuit Rome. Dus ik heb de kerk nog 12 jaar normaal gekend, zoals ze normaal functioneerde. Maar ik ken niemand in de kennis, de familie, in de mensen die rondom mij, christenen. Ik kende praktisch niemand die thuis de Rozenkrans beden. De Paternoster baden. Niemand. Dus terwijl de paus vroeg dat iedereen het zou doen. Gebeurde gewoon niet. En je ziet nu waar we nu staan. Waar we nu staan. Dat betekent dat wij de middelen hebben om eruit te geraken. De triomf, zegt de paus, hangt af van verschillende dingen, onder andere bidden van de Rozenkrans. Dus de Rozenkrans, zegt de paus, is een eenvoudig gebed. Iedereen kan dat bidden, zelfs een kind. En het is heel efficiënt. Zoals ik zei, De heilige Dominicus heeft de ketters van de Albigenzen kunnen overwinnen, dus de ketterij kunnen uitroeien. Door bidden van de Rozenkrans heeft Pius V de overwinning bekomen in Lepanto, op de inval van de Turken. In Wenen werd ook een overwinning behaald door aanroeping van onze lieve vrouw. De heilige Franciscus heeft ook met zijn Rozenkrans verschillende genaden bekomen. Dat is in de Fioretti, in zijn levensbeschrijving. En we zien daar ontelbare genade door de Rozenkrans bekomen. De Rozenkrans bekomt ook aflaten. En ja, de paus zegt dat we na dus de kerk dat we na het sacrificie van de mis, natuurlijk het belangrijkste gebed is, en de werkelijke tegenwoordigheid in het tabernakel, hebben wij geen grotere kracht dan de Rozenkrans. Dus het is een geweldig wapen tegen de demon. Zoals een David Goliath gaat overwinnen met steentjes. En met bolletjes van de Rozenkrans, bij wijze van spreken. Een vergelijking die je kunt maken. Een geweldig grote vijand. Je kunt overwinnen met God. God die wil werken door Maria. Het is dus een onfeilbaar middel om bekering te bekomen van ketters, van zondaars, van mensen die een slecht leven leiden. Er zijn verschillende voorbeelden van mensen die bekeerd hebben, omdat anderen de Rozenkrans hebben gebeden. Het is ook een gouden boek van de heiligheid, want de mysteries worden overlopen van Jezus en van Maria. De blijde mysteries, de droeve mysteries, de glorievolle mysteries, die ons doen mediteren over Jezus, maar ook die ons voorbeelden geven van deugden, die daar beoefend worden door Jezus en Maria.
Dus de praktijk van de rozenkrans is dat we het vaak moeten bidden. Niet alleen maand oktober. Gelukkig zijn er jullie mensen die dat dagelijks bidden. Het roze hoedje tenminste. Wel, ik heb al verschillende keren gezegd, ik herhaal het nogmaals. Ik heb de ervaring dat geloven die het roze hoedje bidden stand houden in hun geloof. Maar degenen die de roze krans bidden, die 3 keer rondgaan, die zijn in staat om anderen te beïnvloeden, om andere mensen te bekeren. Om in familie, vader, moeder, kinderen, zusters, broeders, geburen, parochianen, priesters, vrienden, kennissen, mensen die enzovoort, te bekeren, andere mensen te helpen. Niet alleen zichzelf te helpen, maar ook anderen. Dus het citeren van de roze krans is dus heel krachtig. En dus de oorsprong is de Heilige Schrift. De woorden zijn gewoon de woorden van de engel. Die spreekt de naam van God. En dan de kerk voegt daar belangrijke gebeden aan toe. Vooral te bidden in de buurt van onze dood. Dat is inderdaad het belangrijkste gebed dat er bestaat. Het gebed van de eindvolleding. Want die de eindvolleding heeft, die heeft de hemel. Degene die de eindvolleding niet heeft, die heeft de hemel niet. Dus het komt erop aan om 1 genade te bekomen. Dat is de eindvolleiding. Als je die hebt, heb je alles. En als je die niet hebt, heb je niks. Dus dat is het einde van het weesgegroet. Toch wel belangrijk. Want als we dat elke keer vragen aan Maria, krijgen we het ook. De eindvolleiding. Bid voor ons nu in het uur van onze dood. En er zijn 150 weesgegroetjes. Bij de rozenkrans. Dus 3 keer 50. 3 keren rond. Wel, omdat er 150 psalmen van David zijn. Dat is de oorsprong daarvan. Want de broeders die in de tijd van de middeleeuwen niet de psalmen konden bidden, want ze konden niet lezen, die moesten 150 onze vaders zeggen. En de heilige Dominicus heeft het aan veranderd in 150 weesgegroeten. Dus die 150 weesgegroeten die gaan terug op de 150 psalmen van David. Die de priester nog altijd bidt in zijn brevier in de religieus. Iedere week bidden wij de ganse 150 psalmen van David. Hè. Dus iedere dag een paar en zo. Hè. Dat is het breviergebed. Wel, Maria wordt daar aanroepen in haar sublieme waardigheid van moeder van God. En andere voorrechten. En dat ze ten hemel wordt opgenomen, tot koningin wordt gekroond enzovoort. De rozenkrans, die mysteries, die brengen ons ook de verdiensten van Jezus Christus voor de geest. En van Maria. De verdiensten die we bekomen door de droevigheden. Dus die brengen ons naar de bron van de genade. Dus de rozenkrans is een heel efficiënt middel om ons geloof te bewaren en te ontwikkelen. Te bewaren en ontwikkelen. En het is een les van volmaaktheid. Door al die mysteries die je ziet voor je ogen dan, als je dus de mysteries bemediteert, die worden voorgesteld. Dus de blijde mysteries, die leren ons een nederig en werkzaam leven te hebben. Zoals Jezus, nederig en werkzaam leven. En onthecht, Jezus arm geboren wordt, die geeft dus hoe dat we moeten leven. Dus tegen de hoogmoed en tegen de luiheid, dus hoe dat we moeten leven. Nederig en werkzaam. Jezus was gehoorzaam aan zijn ouders. De droevige mysteries, die helpen ons om de afschuw die we hebben van het dagelijks kruis te overwinnen. Want het is door de afschuw van het kruis dat we zondigen. Maar door het aanvaarden van de kruisen verdienen we de hemel. Dus die tweede pakket van mysteries, de droevige, zijn belangrijk om ons het kruis te doen aanvaarden van elke dag. Het elke dag te dragen en niet te slepen, ons kruis niet te slepen, maar gewoon te dragen naar het liefde voor God en onze hemel te verdienen. Zoals Jezus, weet je? En de derde mysterie is
namelijk de glorievolle mysteries, die doen ons in ons hart doordringen dat onze schat in de hemel is en niet op aarde. Dat we niet moeten blijven plakken aan dingen van de aarde, want dat is ook weer een oorzaak van zonde. Een andere definitie van zonde is dat je een ongeordend gebruik, dus misbruik maakt van schepselen. Wel, die glorievolle mysterie zegt, het is hier niet te doen, het is daar te doen. Dus ook weer een belangrijk middel om ons niet te doen zondigen, om ons heilig te maken. Dus die mysterie, dat is zomaar iets dat zomaar wordt uitgevonden. Dat is heel diep. Dat helpt ons echt vooruit in essentiële dingen. Dus hierbij gelovigen, laat ons samenvatten. De paus en de hemel, die sporen ons aan om er onze kans te bieden. Zoveel mogelijk. Het begint met drie weesgeroertjes, daarna een teentje en een roze hoedje. Dat is goed, de roze kans is nog beter. Er zijn mensen die zelfs verschillende roze kansen bieden, dat is nog beter. Sint Paulus zegt, je moet altijd bidden. Padre Pio, die bad de ganse dag de roze kans. Ganse dag. Die had de gaven om twee dingen tegelijk te doen. Bij al wat hij deed, bleef hij ook nog de roze kans bidden. Dus dat zijn allemaal voorbeelden die we proberen zoveel mogelijk na te horen. Laat ons zoveel mogelijk, dus de roze kans bidden, die een middel is om oplossing te krijgen voor alle problemen. Dus dat is een zeer vrome praktijk die ons geloof versterkt en onze les geeft hoe dat we moeten leven. Een voorbeeld van deugdoefening. En die ons brengt tot de volmaaktheid en tot de navolging van het leven van de deugden van Jezus en Maria. Wel, vragen we Maria en Jezus om die grote kans goed te mogen trouw te blijven en daar ook volgens te leven. Maar het wordt wel gemakkelijker. De mariale weg is de gemakkelijkste weg. Want Maria heeft zoveel genade verdiend als Jezus Christus. Jezus Christus door zijn eigen verdiensten. Maria heeft het verdiend door Jezus Christus en met Jezus Christus. Maar evenveel, zeggen de kerkvaders. Daarom is de weg via Maria gemakkelijker en tegelijkertijd volmaakter. Want ik heb bij wijze van spreken een dubbele portie. Wel, die ballen geloof, dit is toch een zeer positieve boodschap, dat hier een oplossing is voor alle problemen. Maar ja, zeg het ook, je kunt alle problemen oplossen met de rozenkrans. Ja. Laat ons het toepassen in Jezus naam, in Hemels naam. In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Credo in nonum Deo, Pater nomine potente, Pater exili et eri, visibili ium omnium, et invisibilium. Et in nonum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et fraternatum, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum Verum, de Deo Verum. Et unum factum, consubstantia lem pati, et quem omnia facta sum. Qui propter nos homines, et propter nos salutem,
Deixe-me, deixe-lhes. Espírito Santo, ex Maria Virginis, et homo factus est. Crucini Filii susdiciam pro nobis, supponsio Pilato, plastus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secondo scriptura. Et ascendit in cerebrum, sedes ad exteram patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius redicaret tibi. Et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex Padre Filio procedit. Qui cum Padre et Filio sibur adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetam. Et eram sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Filiorum baptisma, et remissione peccatorum. Et respectum resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Pia Domnului sacrificium de mare gustuis, ad laudem et gloria minimum sui, ad utilitatem quoque vostre amatorus quae Iglesiae sui sancte.
God. Per omnia secola secolorum. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Solus un caudaho. Abemus ad hominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, secum et salum lave. Nos tibi semper ecclesiae gratias accere. Domine Sancte Patro, omnipotens et omnes Deus, Vicum unigenito Filio tuo Spirito Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio sinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, ogre Filio tuo, ogre Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione vere sempre tene credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestate ad eleiture qualitas. Cum laudant angeli ad qui arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non si fanta male quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus salvat, eis sum gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
En dat is goed om te doen. Eronia secula secularum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti, e divina institutione formate ad eibus dicere. Padre noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Eronia secula seculorum. Amen. Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
confitio de omnipotenti, beate Marie semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Gianni Battiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, omnibus Santis et Ibi Pater, quia peccavi nimis congelatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio preco beata Mariam semper Virginem, beato Michaelam Arcangelum, beato Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et ei Pater, orare pro mea Domum Deum nostrum. Miseriato Christi, ricordando le servizie speccate, adesso spero che tu voglia di vita eterna. Amen. In presenza, ma associazione, mia missione, peccatore, verso lo pieva d'uomo, di ogni potenza e misericordia mia. Amen. Perciò, il nostro Dio, ci vede la tua peccata, mondi. Domine, nostro Dio, spettere, sottentu mio, settantum di ferro, e sanabitura, mamma mia. Domine nostrum dignus et presse petum meum, set autem de fergo et sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus et presse petum meum, set autem de fergo et sanabitur anima mea. Voi vedete il domino Dio verso il circolo di Dio se risponderà. Te liberi a te, Dio, per spirito al principio. Te liberi a potermi essere esistere. Nomine nos vobiscum.
et cum spiritu tuum. Oremus. Sanctificationibus suis omnipotens Deus et vice nostra correntur, et remedia nobis aeterna proveniant, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te confide et in eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Domine, salve facere del nostro fede con. Et in soni non sentire, quali vocati in usse. Domine, exaudi oratio nemme meiam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Deus, a cui omnis potest divinitas famulatur, da famulo tu reginos et Filippo, prosper suinitatis effectum, in qua sempre te timia, tibi ufis basere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Domini, grazie per vobiscum. Kunnen nemen nummer 177. Ja. En hier nog eens 177. O Maria, die daar staat, is het goed en niet mijn kwaad. Laat je mijn arme zielen bedenken. Zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. O Maria, dat mijn hart u is besteed. Let mij mijn arme zielen bedenken, zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. O Maria, die mij ziet, en hebt alles en ik niet, wilt gij mijn arme zielen
bedenken. Zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. O Maria, in uw schoot, leed mijn hart van deugden bloot. Wilt gij mijn arme zielen bedenken, zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. O Maria, overluid, zingt ik mijn beloften uit. Wilt gij mijn arme zielen bedenken, zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. O Maria, in de strijd, toon dat gij mijn moeder zijt. Wilt gij mijn arme zielen bedenken, zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Thank you.